Dit is Tijd met Jezus, jouw dagelijkse Bijbelmoment. Luister in de stilte naar Gods stem. Vandaag luisteren we naar dit Bijbelwoord, Psalm 84, vers 4. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Wat valt je op aan deze woorden? Wat raakt je? Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Zie je het voor je? Een mus vindt een thuis in mijn woning. Een zwaluw vindt een nest bij de altaren van mij als de levende God. Ik nodig je uit om zo ook een thuis te vinden bij mij, door de Heilige Geest. Voel je thuis in mijn aanwezigheid en in mijn koninkrijk, op aarde zoals in de hemel. Bid deze woorden en blijf dan nog even in de stilte van Gods aanwezigheid. God, dank u dat ik thuis mag zijn in uw huis. In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.